Het Constitutioneel Hof zal op 3 augustus 2023 een beslissing nemen over het verzoek in zaken toetsing van de Amnestiewet 1989 op verenigbaarheid met de Grondwet, het Internationaal Verdrag in zaken burger- en politieke rechten en het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Amnestiewet is een wet uit 1992 waarop in 2012 een grote aanpassing is gedaan. Het Constitutioneel Hof heeft eerder bepaald dat de Amnestiewet van 2012 in strijd is met de Grondwet. Het Justitieel Interventieteam heeft gisteren delen van een vliegtuig dat een tijdje geleden was begraven in het Goliathgebied opgegraven. In de afgelopen periode zijn een aantal illegale landingsbanen diep in het binnenland zichtbaar en in samenwerking met het Nationaal Leger onklaar gemaakt. Een landingsbaan die gisteren is aangetroffen, is met assistentie van de militaire politie volledig onbruikbaar gemaakt. Het onderzoek als ook vernietigen van illegale landingsbanen worden voortgezet. De regering heeft toestemming verleend om de subsidietarieven voor sociale instellingen te verhogen. Het nieuwe subsidietarief dat in werking treedt vanaf 1 januari 2023 voor kind- en bewonergerelateerde zorg wordt verhoogd van 27 SRD naar 70 SRD per bewoner per dag. Daarnaast zal het subsidietarief voor exploitatiegerelateerde kosten stijgen van 37 SRD naar 85 SRD per persoonslid per dag. Verder is ook goedkeuring voor de invoering van een koopkrachtversterking voor senioren burgers vanaf 1 augustus van kracht.